Ja, kijkers, van harte welkom op deze woensdagavond 11 mei. Een maandje was het zonder, wij zijn onpartijdig en politiek correct. En die maand die heb ik gebruikt om eens een keer te gaan kijken in Ommen, nadat we twee uitzendingen hadden in Hardenberg. En ik ben zeer verheugd dat ik nu drie raadsleden van Ommen hier aanwezig heb. En ik zou ze even graag aan u willen voorstellen. En zoals dat betaamt, beginnen we natuurlijk met de dame, mevrouw Bakelaar, Annelies Bakelaar. Ik mag toch Annelies zeggen, hoop ik? Ja, heel graag. Van het CDA. En hiernaast heb ik zitten meneer Gerrit de Jonge van de Volkspartij Ommen Vooruit. Ommen Vooruit. Nou, daar gaan we straks, neem ik aan, nog een hoop van horen. En last but not least, Frans van der Morgen van de ChristenUnie. Van de ChristenUnie. In Ommen. Nou, allemaal nogmaals hartelijk welkom. Ja, ik moet zeggen, ik ben de afgelopen periodes, de afgelopen twee raadsvergaderingen bij jullie geweest. En ik vond dat heel erg gezellig. Het was heel tot een hele vrije sfeer. En ik denk, nou, en de eerste keer toen ik daar kwast, toen ging het heel erg heftig. Met name over de vennootschapbelasting, meneer de Jonge. En u had daar toch nog wel wat opmerkingen over de kosten die daarbij bij waren. Dus ik denk, nou, daar wil ik toch eens even wat meer van weten, want ik heb dat in Hardenberg nog helemaal niet gehoord dat zoiets gaat gebeuren, maar met jullie waren daar toch wel wat voortvarend in, begrijp ik. Ja, ik weet niet, Ed, of je bedoelt de vennootschapbelasting of de toeristenbelasting, de forensenbelasting. Maar we beginnen bij het begin. De vennootschapbelasting, ja, daar kan ik eigenlijk heel weinig over zeggen, want dat is iets wat ons overkomen is en die van de centrale overheid. En die moeten we gaan betalen. Ja, maar u had het over een onderzoekbureau wat daar toch wat kosten aan moest verbinden. En u zei van, kon dat dan niet binnen de bestuursdienst om Hardenberg? Nou ja, goed, dat is hetgene wat de VVV-fractie van mijn collega Gerrit Middelkamp heeft aangegeven. Ja. Dat het onderzoeksbureautje, dat heeft behoorlijk wat geld gekost. En wij vonden dat dat gedaan konden worden door de bestuursdienst om Hardenberg. Mm-hmm. En het tweede wat wij vonden, dat de opbrengsten en de kosten niet met elkaar in verhouding staan. Want als je 40.000 euro voor een bureau betaalt en de opbrengsten zijn nog geen 40.000 euro, ja, dan staat dat wat ons betreft niet met elkaar in verhouding. Er speelt natuurlijk nog een punt mee, Ed. En dat is dat wij, ik meen te maken hadden met drie aparte fases, dat we voor elke volgende fase eerst geïnformeerd zouden worden over de vorige. En dat is niet altijd even goed verlopen. Dat niet altijd even goed? Is dat een verzachtende term? Of zeg je van het is helemaal niet goed verlopen? Het is helemaal niet goed verlopen. Ja, want wij zijn hier altijd helemaal recht op de man af. En ja, wat is dan in uw optiek helemaal niet goed gegaan? Dat voordat je beslissingen kon nemen over fase 2 of over fase 3, je eerste uitkomsten van fase 1 dan wel fase 2 zou moeten weten als raad. Ja, maar ik snap het helemaal niet. Hoor. Kijk, is zo'n vennootschapbelasting, is dat nou eigenlijk niet een beetje het rondpompen van geld? Het is niet het rondpompen van geld. En op zich, als ik deze opmerkingen net maakte, heeft dat te maken met de manier van doen en niet met de inhoud van het onderwerp. Mm-hmm. Het onderwerp zelf is gewoon onomkoopbaar. Ja. Niemand was daar ook tegen. De vennootschapsbelasting op zich, om dat na te gaan, om daar maatregelen voor te treffen, was in ieder mee akkoord. Alleen de manier waarop, dat verdient niet de schoonheid. U gaat dus als gemeente, als ik het goed heb begrepen, vennootschapbelasting betalen. Dat is een wettelijke verplichting. Ja, en na de hand krijgt u als gemeente weer allerlei bijdragen vanuit het Rijk, hè, voor uitvoer van bepaalde wetten. Nou, de fase nu, waar we nu mee te maken hebben, dat proces, dat bedoelt alleen maar duidelijkheid te geven over wat ons als gemeente te wachten staat aan een vennootschapsbelastingsverplichting. Maar het is eigenlijk net als in een bedrijf, hè. Je betaalt belasting en je trekt weer belasting af. Ja. En dus op zich is dat niet zo vreemd. De centrale overheid heeft besloten dat ook gemeentes voor bepaalde onderdelen, daar waar het lijkt op commercieel, dat je vennootschapsbelasting moet betalen. Maar ja, en daar kun je als raad, zeg maar, wel veel energie in steken. Maar daar hebben we de Tweede Kamer voor om dat op te lossen. Maar, en wat meneer Van der Mooren bedoelt, dat is een feit dat het proces in Ommen het niet helemaal goed is gelopen. Ja, maar in feite is toch een gemeente is toch geen firma. Nee, maar goed, daar heeft u een punt. Dat is meer inhoud, hè? Dat is meer wetgeving. En uiteindelijk is de keuze gemaakt ook door de Rijksoverheid om op een gegeven moment op die manier te gaan werken als gemeente ook. Mm-hmm. En dat je bij bepaalde posten gewoon ook de VPB moet betalen. En daar was iedereen het over eens. En ik denk wel, kijk, wat het is op een gegeven moment, en daar ben ik het niet helemaal met de heren eens. Ik denk wel dat we goed geïnformeerd zijn in het begin over de stappen, hè, die we in de gemeente gaan nemen. Met in dit geval een niet zomaar een bureautje, maar PricewaterhouseCoopers.
Dus dat is ook echt wel, die hebben de kennis en expertise om dat te doen. Wat alleen wel belangrijk is, is dat we als raad meegenomen worden stap voor stap. Mm-hmm. Van, en wat voor kosten brengt dat dan voor Ommen met zich mee, binnen welke posten? Nou kan maar ik me voorstellen, uw partij die behoort ook tot de coalitie van Ommen. Ja, dat klopt. In Ommen heb je 4 partijen die de coalitie vormen, maar eigenlijk maar 2 wethouders van 1 partij. En die zijn alle 2 van het CDA. Heb ik dat goed begrepen? Of? Nee, dat heeft u niet goed begrepen. Ja. We hebben 2 wethouders boven de partijen. Ja. Waar die, maar die uiteindelijk een oorsprong, voor heel Ommen zijn. Maar die hebben toch een oorsprong van uw partij? Of, Nee. Alleen Koos Schelen heeft een oorsprong van mijn partij. Ja. En Hans ter Keurs heeft een oorsprong van een andere partij, de PvdA. Ah, okay. En, nee, dan is maar dat uiteindelijk hebben we besloten van er komen wethouders voor heel Ommen. Alleen wel vanuit de coalitie. Ja, maar dat is eigenlijk algemeen gebruikelijk. Hè? Maar ik neem toch aan dat u elkaar wel eens treft ergens in binnen de partij, of niet? Nou, nee, eigenlijk niet. Hm? Het is niet zo dat een wethouder aanschuift bij een fractieoverleg bijvoorbeeld bij ons. Ook niet misschien zoals dat vroeger ook niet wel af en toe gebeurde. Ergens dat u elkaar in de wandelgang tegenkomt of zo. Ja, maar dan niet vanuit de partij. Hm. Maar meneer De Jonge, u had het ook over dat u vond dat eigenlijk die vennootschapbelasting en dat onderzoek eigenlijk wel vanuit die bestuursdienst had kunnen plaatsvinden. Ja, dat vind ik zeker, want ik denk dat wij kwaliteit genoeg hebben, dat we al moeten hebben binnen de bestuursdienst om zulke onderzoeken te doen. Je hebt een afdeling financiën, daar mag je van uitgaan dat die toch ook van belastingwetgeving kennis heeft. Mm-hmm. En u bent daar wel redelijk, u vindt dat wel goed ook weer lopen, die bestuursdiensten om Hardenberg? Nou ja, goed, waar ik me wel zorgen over maak, dat is met name de inhuurcapaciteit. Mm-hmm. Want een van de taken binnen de bestuursdienst was bezuinigingen. Er zou efficiënter gewerkt moeten worden. We zien nu dat een aantal ambtenaren weggegaan zijn. En als ik de jaarstukken goed gelezen heb, is er vorig jaar voor €700.000 inhuur betaald. Nou, voor €700.000, dan kun je behoorlijk wat FTE's in de ambtelijke organisatie binnenhouden. Ja, maar ik hoorde gisteren ook alweer zoiets. Er is een manifest ook over die bestuursdienst. En, bestuurlijk manifest. Ja, daar komt dan een projectleider bij en die gaat dan ook weer ruim een ton kosten voor 2 dagen in de week. Nou goed, wij gaan daar binnenkort het debat nog over voeren. Mm-hmm. En wat mij betreft is dat bestuurlijk manifest heeft geen enkele meerwaarde. Want Ommen is een zelfstandige gemeente met een zelfstandig college. Mm-hmm. Geeft mevrouw Bakelaar ook al aan dat ze zelfstandige wethouders heeft. En daar hoeven we geen manifest af te sluiten om samen bestuurlijke samenwerking met Hardenberg te doen. Dus eigenlijk zegt u van, nou zoals het is, zo is het. En voor de rest moeten we het gewoon zo laten. Precies. Ommen, Hardenberg, Hardenberg. Ja, u schudt wat van nee. Dat nou, niet zozeer het laatste wat meneer De Jonge zegt. Want daar, dat is denk ik in Ommen breed wel helder. Waar het om gaat is, ik denk wel dat het goed is dat je altijd de samenwerking met elkaar opzoekt. Ja. En dat je dus wel kijkt op welke strategische thema's kun je samenwerken met elkaar. En als het toerisme is of economie, of inderdaad anderszins dan zorg, dan is dat wel goed. En dat is niet beperkt tot Hardenberg alleen natuurlijk. Nee, en dat is een Dalfsen, maar het hele Vechtdal en dat bereikt ook buiten wat mij betreft Vechtdal. Ja, maar u had het toevallig ook, want toen ik een keer bij u zat, dus kon u ook dat heel goed aangeven, van dat er ook nog wel behoorlijk wat boventalligheid in die bestuursdienst zit. Hè? Hoeveel boventalligheid, dat is mij in ieder geval niet helemaal bekend. Maar dat je natuurlijk nog te maken hebt met zeg maar een erfenis, dat is een vrij duidelijke zaak. Ja. Tegelijk heb je ook te maken met taken waarvoor, en dat is een beetje ook wel een correctie op wat de heer De Jonge zojuist aangaf. Je kunt niet volstaan met te zeggen van we hebben zoveel FTE's, dus we moeten zelf ook bepaalde activiteiten kunnen verrichten. Daar heb je ook een specialiteit op een gegeven moment voor nodig, waarvan maar de vraag is of je die specialiteit structureel nodig hebt, altijd nodig hebt. En dan wordt het een dure investering. Ja, ja. Dan kun je veel beter gebruik maken als dat om een tijdelijke aanvulling gaat qua kennis, dat je wel degelijk inhuurt met, en daar hebben we onlangs ook nog een keer een voorbeeld van gehad, wel de verplichting om wat er aan kennis zit bij ingehuurde mensen, om dat ook te droppen binnen de bestuursdienst zelf. Ja, ja. Maar vindt meneer Van der Mooren, want als je zeg maar, want ja correct, hè, want je kunt niet altijd zonder inhuur. En soms is het ook politiek wel verstandig om een externe naar bepaalde zaken te laten kijken. Maar vind jij Frans het niet zo dat het een beetje doorgeslagen is? Want ik zou graag willen dat wij in ieder geval voor het onderste gedeelte zelf de beslissing kunnen nemen op welk moment de inhuur plaatsvindt.
En wat ik zie nu, als er in de gemeenteraad een voorlichtingsavond is voor gemeenteraadsleden, dan zie ik al een automatisme dat er een externe of een extern bureau bij komt te zitten. Ja, en volgens mij kan dat wel een stukje minder. Eerlijk gezegd vind ik dat we nu het moment naderen waarop ik in ieder geval als ChristenUnie zeg, dat gaat mij te gedetailleerd, te ver. Niet omdat ik daar geen mening over heb of wil geen uitspraak over wil doen, maar wel... Dan ga ik mij bemoeien met de bedrijfsvoering van de bestuursdienst. En ik vind dat wij als raad, ik als raadslid, als partij, heb gezegd van dat en dat zijn de kaders. Binnen die kaders moet je die en die taak verrichten. En op welke manier dat wordt ingevuld, zal mij in wezen een zorg zijn. Maar goed, gemeente Ommen zit nu in een zeer benarde financiële positie. En als we daar nog geld op kunnen verdienen, dan zou ik zeggen, laten we daar dan eerst eens naar gaan kijken. En inderdaad die goede kaders te stellen van hoe we met... De positie van u, daar komen we straks best nog wel op, maar... Ik denk niet dat we daar geld mee gaan verdienen, want in die zin ga ik wel mee met Frans. Kijk, soms heb je gewoon externe expertise nodig. En ik vind het geen automatisme, althans ik zie geen automatisme, van het inhuren van externen voor Ommen. Dat gebeurt wat mij betreft op het moment dat het nodig is. Kijk, het is bij jullie, vertelde ik, heel erg gezellig, maar ik was gisteren nog even in Hardenberg en daar werd dan dat bestuurlijk manifest werd gepresenteerd. En ja, twee partijen die trokken wel behoorlijk van leer, want die zeiden van ja, maar wij wisten dat, er moet eigenlijk ook een bestuurlijke fusie komen. En als ik van jullie zo beluister, althans, zo tussen neus en lippen, zeggen jullie, alsjeblieft niet, dat is voor ons echt een stap te ver. Of heb ik dat niet? Een fusie is niet altijd een automatisch gegeven. Nee. Je kunt ook prima samenwerken, wat ik al zei, op die thema's waar je elkaar kan vinden. En dat kan breder zijn dan alleen maar één gemeente. Soms is een fusie wel een oplossing, maar niet beter, altijd. Maar dan kun je beter gelijk goed uitspreken tegenover elkaar. Wacht. Maar dat hebben we volgens mij ook wel gedaan. Dat hebben wij meer dan eens gedaan. En laten we wel zijn, als de berichtgeving klopt, dan is het zo dat in het coalitieprogramma van Hardenberg staat... wat je in de krant kon lezen. Ja. Dat is dus niet het programma van Ommen. Laat dat ook duidelijk zijn. Nee. En laat Hardenberg uitvoeren wat Hardenberg zelf, wat de Raad van Hardenberg in uiteraard uiteindelijk het raadsprogramma heeft. Ja, goed, een gedwongen huwelijk is uit den boze. En ik heb geen argumenten gezien vanuit Hardenberg, van wie dan ook niet. Gisteren waren het over drie partijen die aan hebben gegeven. CDA, Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Dat ze Ommen willen inlijven. Ik heb niet de motivatie eronder gezien. Dan lees ik in de krant dat er gezegd wordt van er moet een onderzoek plaatsvinden. Nou, als Hardenberg het onderzoek wil doen wat mij betreft, dan betalen ze dat onderzoek ook maar. Dan gaat het niet op de kosten van de BOH of gedeelde kosten. Dan mag ik graag met jullie gezamenlijk aan tafel. Ja, er is geen nieuwe informatie. Hè? Nou, maar, het was natuurlijk altijd bekend dat Hardenberg een onderzoek wilde. Overigens vond uw partij niet zo resoluut daarin, hoor, gisteravond. Ik bedoel, het was meer de partij... Ik zou graag met mevrouw Reurling van de Partij van de Arbeid uit Dedemsvaart is terug willen kijken naar een x-aantal jaren geleden, toen Dedemsvaart ingelijfd werd door Hardenberg. Wat zegt u? Gemeente Averees bedoelt. Ja, goed, Averees, nog mijn geboorteplaats ook, dus maar Dedemsvaart was onderdeel van Averees. Mm-hmm. En toen dat ingelijfd was, werd of zou worden door Hardenberg, toen had mevrouw Reurling ook een hele andere mening erover. Dus ik begrijp niet waar dat nou zoveel is vandaag. Maar we praten dan toch tegenwoordig over een fusie, toch niet over inlijven? Ja, annexatie of zo is toch uit de tijd? Even oppassen dat we nu natuurlijk niet over Ommen aan het praten zijn, maar we zijn over Hardenberg aan het praten. En alsjeblieft daar de verantwoordelijkheid. Het gaat Ommen wel aan, Frans. Nee, want jij zei net een gedwongen huwelijk, maar dan is er sprake van twee partijen die wat met elkaar krijgen. En als de aandrang vanuit één kant is, dan praat ik niet over de gedwongen huwelijk. Maar u heeft gelijk, er is verschil. En een van die verschillen, die hoorde ik laatst ook, dat er zaten ook wat mensen bij u op de tribune toen ik er was. En toen hadden ze erover van, ja, waarom moet er toch in Ommen een forense tax komen of een verhoging daarvan? In Hardenberg hebben we dat helemaal niet. Kunnen die twee niet op elkaar komen? Dat werd vanuit de tribune geroepen. En u was daar toch ook nog wel wat alert op. Wat fel tegen gekant. Misschien dat u ons nog even kunt uitleggen ook hier waarom u dat eigenlijk geen goede zaak vindt. Ja, goed. Mijn partij is altijd tegen de verhoging van de forensenbelasting en de toeristenbelasting geweest. Ja. Omdat wij vinden dat je gasten niet altijd veel geld moet laten betalen voor het feit dat ze in Ommen mogen kunnen recreëren. Vanzelfsprekend zou er een soort van belasting kunnen zijn, maar die moet je in onze optiek teruggeven aan de recreant. Maar waar het debat erover ging, er is een forse verhoging van de forensenbelasting heeft er plaatsgevonden. Daar hebben mensen tegen bezwaar ingediend. Ja. En dat kost behoorlijk wat geld. Dat kost €50 per uur om die bezwaren te behandelen. Hoeveel bezwaren waren er? Dat waren er meer dan 100. En ik, volgens mij 240 zelfs. Ja.
Maar wat ik op dat moment vond, is dat die risico's die wij toen hebben aangegeven, als je het, de vereenzaamheidsbelasting verhoogt, dan kunnen er bezwaarschriften komen, dat kost geld. Hmm. En dat risico moet je aangeven. En dat is toen niet gebeurd. Want stel je voor dat al die 240... Bij ons niet in Ommen, bedoel je? Nee, dat al die 240... Ja, dat al die 240... klachten. U bent het er niet mee eens? Of? Ik ben het er niet mee eens. Het staat wel aangegeven in het stuk bij de verhoging van niet alleen forensenbelasting, maar ook toeristenbelasting. Ja. En dat speelt natuurlijk al jaren. Hè? Dus we zijn hier al sinds 2012-13 mee bezig. En het laatste verhaal, zeg maar, want we hebben natuurlijk ook gekeken naar Hardenberg en Dalfsen en hoe beweegt zich, hoe beweegt zich, zeg maar, de belastingtarieven. En wel degelijk hebben we toen gewezen, dat, althans het college heeft ons gewezen, bij de risicoparagraaf van let op, hè, dit kan bezwaren met zich meebrengen. Ja, maar het stond, als ik de mensen sprak op de tribune, die zeiden nou, het water staat ons behoorlijk na aan de lippen en wij kunnen dit gewoon financieel niet bolwerken. En we hebben ook een aantal mensen gesproken, absoluut met schrijnende gevallen. Ja. En dat ontken ik ook niet. Dus we hebben ook echt wel gezegd van, maar je moet ook niet alleen daarnaar kijken. En dat zal zo meteen met de financiën, hè, met de lastige waar we het nog over gaan hebben. Mm-hmm. Over de lastige situatie nu in Ommen qua financiële zaken. Kijk, je moet op een gegeven moment naar alle mogelijkheden gaan kijken. Mm-hmm. En ten tijde, zeg maar, van de forensenbelasting, toeristenbelasting, toen hadden we echt een heel groot probleem, ook qua inkomsten überhaupt, van de belastingen. En toen hebben we gezegd van, dan moet je dus naar alle soorten belastingen gaan kijken. Mm-hmm. En uiteindelijk is er ook een meerjarig belastingplan ontstaan. Maar goed, naar alle soorten belastingen. De coalitie heeft ervoor gekozen om alleen de forensenbelasting behoorlijk te verhogen. Nee, toeristenbelasting ook. En de toeristenbelasting. Dus toeristenbelasting, forensenbelasting en de OZB. Onze gasten die betalen voor het financiële tekort wat we in Ommen hebben. En eigenlijk de interviewer geeft het net al aan. Er zijn mensen die het water tot de lippen staan en als we die kwijtraken. En dat zijn er behoorlijk wat. Heb je veel minder inkomsten. En dan ben je ook je positie als, zeg maar, gastheer van het Verdal, die raak je kwijt. En dat betreurt mij. En want als mensen ervoor kiezen om naar Hardenberg te gaan, hebben wij geen inkomsten meer. Ja, u had het nog over wat dingen die toch, met name ook die koe voor de weg, daar zei u ook van, die is niet goed begaanbaar. En dan gaan mensen ook eerder winkelen in omringende gemeentes. En dat geeft toch allemaal toch een beetje aan dat toch een beetje wel op de knip gelet moet worden daar. Nee, goed, er moet in Ommen op de knip gelet worden. Het CDA heeft een motie ingediend om die koe voor de weg aan te passen. En dat is heel dubbel. We hebben geen geld om die weg aan te passen. Ja, maar het tweede is, het is wel, want de inhoud van die motie, die deelde ik, heb ik ook aangegeven. Maar die weg die is aangepast, dat was vroeger een doorgaande weg en dat is nu een soort zandpad geworden. Ja, die hebben wij overgenomen van de provincie en dan moet je zo heel moet je ook zijn. En de opdracht was om die weg verkeersluw te maken. En daar kun je over discussiëren, hè? Maar ik hoor van campings die aan die weg liggen, dat de recreanten bij hun ervoor kiezen om de Demensvaart boodschappen te doen, omdat ze niet over die weg wil rijden. Ja, dat gaat mij helemaal hard. En net zo goed dat ik van recreanten hoor van, we gaan niet meer in Ommen boodschappen doen, want we betalen veel te veel voor. Maar wat is dan het probleem? Kan je dan niet gewoon simpelweg terugrijden naar Ommen om daar je boodschappen te doen? Of is dat kan je dan beter het zwarte pad nemen of zo naar Denenswaard? Ja, goed, de missie is niet begaanbaar, het zwarte pad. Ah, ja, maar volgens mij, daar ligt natuurlijk niet. Er zit een principieel besluit bij een aantal mensen onder om juist in Denenswaard of in Hardenberg boodschappen te gaan doen. En daar zit gewoon ook een deel pijn, die ik ook begrijp hoor. Als je het hebt over, nou, als ik zoveel moet betalen, en het was vorig jaar nog dit. Dus dat begrijp ik ook. En even nog terugkomend op de motie die we hebben ingediend. Dat ging niet zozeer om het aanpassen van de weg. Nee. Maar wat ik wel vind en wat althans het CDA vindt. En dat geldt bijvoorbeeld voor de Stationsweg net zo. Maar dat geldt ook voor de N34 in dit geval. Mm-hmm. Het is een doorgaande weg. En die inderdaad is aangepast. Maar waar zoveel klachten over komen. Dat wij zeggen van, je zult tenminste, als je hoort van plaatselijke belangen. En van inwoners, maar ook van recreanten. Dat het niet begaanbaar is, dan vinden wij dat je dat wel moet onderzoeken. Maar ik neem aan dat die recreatiebedrijven, die campings die daaraan zitten, dat er ook niet heel erg blij mee zijn. En dat hebben ze ook aangegeven. Als je toch met je caravan daar naartoe moet rijden, dan is het toch een... Maar dan zullen wij er dus wel serieus aan moeten kijken. Ja. En dat hebben we gewoon jaren niet gedaan. Het is aangepast, een aantal keren nog wat lager. Maar uiteindelijk is het ook voor het landbouwverkeer niet te doen. En dan denk ik dat je wel een verantwoordelijkheid hebt, ook als gemeente richting een provincie, om aan te geven, dit is niet handig en dit werkt niet. Voor geen enkele gebruiker van de weg. Hoe is het met de ChristenUnie? Hoe staat die daar tegenover? De ChristenUnie staat op zich positief tegenover de inhoud. Wat Gerrit Jonge net ook al aangaf. Om die situatie die kennelijk tot problemen leidt om die aan te pakken.
Ons standpunt was alleen niet op dit moment als een apart onderzoek. Maar er komt zoiets als een verkeerscirculatieplan, er komt een verkeersvisie. Mm-hmm. Pak dat dan in één keer mee en dat zal, wat was het, vlak voor de zomer, vlak na de zomer, zal dat aan de orde komen. Maar voordat natuurlijk de N34 aangelegd is als karrespoor, of hoe je het ook wil noemen, in ieder geval een lokale weg van de smart. Je moet er wel rustig rijden. Je kunt sneller rijden, maar dan staat of een oom agent die jou van wat geld afhelpt. Ik hoorde juist van of je rijdt je vering kapot. We zijn er net over gereden. Gaat niet goed. En het was heel apart, want we zagen inderdaad een agent op zijn knieën bij een auto staan. Ja. Dus en we kwamen een tegenligger tegen die waarschijnlijk toch iets harder kon rijden dan wij voor ogen heeft. Ja. Juist. Dus het is niet goed voor je vering. Het is inderdaad ik dacht dat juist u zei dat er nauwelijks werd gehandhaafd bij. We hebben nu toevallig gezien dat er een motorrijder op zijn knieën bij een auto zat. En waarom ze hebben we niet gevraagd, maar die zat er niet voor niets bij. Ja. Maar ik ben er wel een voorstander van, want als je de problematiek die het CDA daarbij aangegeven heeft, en nogmaals, die deelden wij inhoudelijk, dan zou handhaving zou een oplossing kunnen zijn. En wat mij daarin stoorde is dat, en die krijg ik terug van de buurtbewoners, dat de vrachtwagens, maar ook het landbouwverkeer, de grootste veroorzakers zijn van de problematiek. En ik zou er ook wel eens over na willen denken, want als je kijkt, die landbouwverkeer, dat zijn behoorlijke machines. Ja. Die kom je nu op dit moment tegen met de aardappeltijd, met dubbele wielen en weet ik wat allemaal, die rijden die bermen kapot. En het zou voor mij wel eens een onderzoek waard zijn om te kijken of we dat niet bij die agrarische bedrijven terug kunnen halen. Bijvoorbeeld door een verhoging van de WOZ, waarmee je dan die bermen weer kunt betalen. En maar op dit moment hebben wij als onder geen geld om die bermen te betalen. Andere dingen mee. Eén, die weg is ooit aangelegd na overleg ook met de gebruikers daarvan, met aanwonenden. Er zijn speciale maatregelen getroffen. Er zijn die open grassteen of ooit de dingen zijn er neergelegd om de weg toch maar weer wat breder te maken. Dat geeft dan weer geluidsoverlast. Maar in ieder geval op een of andere manier is gewerkt aan oplossingen. Dan is het wel zo verstandig om, als je nu met elkaar een aantal jaren die weg in gebruik hebt, om vervolgens te kijken van voldoet dit concept nog aan wat wij hebben. En dan komen we tot een eerlijke afweging waarbij je wellicht ook, kijk, het zijn niet alleen landbouwwerktuigen en of bedrijven, recreatiebedrijven, die aan de negatieve kant zitten, die nadeel ondervinden. Het kan ook wel zijn dat vanuit die kant ook een bijdrage geleverd moet worden. Je zit in een samenleving waar niet alleen van één kant oplossingen aangedragen kunnen worden. Die zullen van twee kanten moeten komen. U zegt ook, het is eigenlijk geven en nemen ook. Dat klopt. Zeker. Dat klopt. Maar is het niet zo dat de ene partij alleen maar mag nemen en de andere partij moet geven? Dat kan niet. Ja, maar ik denk ook dat je als gemeente ben je wel verantwoordelijk voor goed onderhoud van de wegen. Ja. En dus ook de bermen. En het is meer dan 50% van ons is buitengebied. Anders worden we heel geaccidenteerd. Ja. En ik denk dat daar ook wel, dat je in de loop van de jaren ziet dat het gewoon verkeer veranderd is. En ik denk juist niet dat het landbouwverkeer daar de oorzaak of de veroorzaker van is. Ik denk veel eerder ook de toename van de wegen. Gewoon de automobilisten ook, die enorm hard rijden. Wat zou dan volgens u dan de oplossing zijn? Nou, het is niet één oplossing. Ik denk wel dat er handhaving is wel één ervan, want er wordt enorm hard gereden in het buitengebied. Dus meer bonnetjes gereden. Kijk, ik woon zelf ook in het buitengebied en het is erg goed als er gewoon af en toe meer handhaving plaatsvindt met de bonnen of hoe dan ook. En ook wat. Omdat dat wel even bewustwording met zich meebrengt. Maar gaan we dan ook handhaven op het kapotrijden van die bermen? Want daar zit het grootste probleem, hè? En jij geeft aan van, dat komt niet door het agrarisch verkeer, maar anders door ander verkeer. Ja, dat is ik denk dat de hoofdzaak ligt met ik begrijp ook wel de reactie van het CDA, maar de grootste achterban van het CDA zijn de agrarische bedrijven. Mm-hmm. En die kun je beter niet belasten. Maar ik zou zeggen, de vervuilde betaalt. Nou, maar ik denk, de heer de Jonge, als je kijkt, joh, inderdaad wat jij zelf al aangeeft, op bepaalde tijden is het druk verkeer. He, dan lig ik 's nachts in bed en dan hoor ik inderdaad de auto's langskomen met de aardappels. En dan, dan hoor ik ze en denk, het is weer het seizoen. Okay. Dat is ook helemaal geen probleem. Maar de rest van de tijd rijden zij ook niet. En dat moeten we ook niet vergeten. Met andere woorden. Je hebt gewoon pieken en dalen ook in het gebruik van het buitengebied.
En als je kijkt, is de toename van allerlei, het vloeiende verkeer, rijdt overal. Men vindt ze weg. Ja, ja. En men moet ook wat discipline hebben, vindt u ook. Hè? Dat ja, natuurlijk. Als je mag 60 mag rijden, dan moet je 60 rijden. Maar ik vind ook dat je de bermen dan ook dusdanig moet inrichten. Daar hebben we het laatst wel over gehad. En dat is wel lastig, omdat je dan misschien nu minder geld hebt. Maar je moet wel degelijk gaan kijken van welke projecten pak je dan wel aan. Verkeersprojecten. Of zeg je nu, zorg dat die bermen gewoon in het buitengebied goed zijn. Zijn er dan nog andere problemen? Over het circulatieplan? Hebben we als partijen allemaal aangegeven. Goh, let hierop. Fietspaden die beloofd zijn en dergelijke. Die het autoverkeer wat ontlast. Nou, maar ook gewoon de fietspaden die ook op een goede manier zijn ingericht. Ook. Ja. En de oversteek. Want dat zie je ook natuurlijk bij de nieuwe weg die nu gaat komen. Ook bij Varsen. Ook daar zul je moeten kijken dat de oversteek gewoon goed geregeld wordt. Maar er zou nog ergens een tunneltje ook komen. Ja. En daar waren toch ook de mensen wat de meningen wat over verdeeld. Maar ja, je kunt wel allerlei vormen gaan bedenken, vind ik althans. Maar dan moet je wel dat zorgen. Zijn meer pleisters, vindt u dat? Nou ja, niet alleen. Nee. Het hoeven geen pleisters te zijn, want het kan wel degelijk goed zijn. Hmm. Maar als je uit een tunnel komt, moet je ook zorgen dat je weer veilig je weg kan vervolgen. En dat het dus niet gevaarlijker wordt. Hmm. Nou, daarvan denk ik van. Maar goed, dat is denk ik door ons allen en ook door bewoners, hè, want die zijn ook meegenomen in de inventarisatie, ook in het verkeersplan, is dat denk ik heel mooi geïnventariseerd. Het gaat er nu om, hoe zet je dat nou goed in? Hoe ga je dat nou prioriteren met weinig geld dat je hebt? Zo'n tunneltje, die moet dan onder de nieuwe N48 komen liggen. Dan zou ik zeggen, laten we eerst met de provincie en wel met het ministerie gaan praten, want die willen graag die wegen verleggen. Ja. En daar is in het verleden ook al sprake van geweest. De N48 wordt tussen Vassen en het Ommekanaal wordt die verbreed en veranderd. Er komt een tunneltje te liggen. Dat was volgens mij een project toen die tijd van de centrale overheid en wel van de provincie. Nou, dan moet hij dat tunneltje ook maar betalen. Ommen heeft geen geld om het tunneltje te betalen. De gasbetonblokken op de Koevoordeweg, om daar nog even op terug te komen. In 2013, volgens mij of 12, is dat ooit eens een keer aan de orde geweest. Vlak na de oplevering van de provincie naar de gemeente Ommen. Moesten weer zo opeens voor €250.000 gasbetonblokken komen. Daar hebben we gezegd, dat doen we niet. Verkeerde keuze op dat moment. Als je dat nu weer gaat doen, dan kost het misschien een veelvoud van die €250.000. Ik hoor dan graag waar we dat gaan voor betalen. Ja. He, want... En dan ook nog die dure BOA. Hè? Nou, ik denk dat klopt niet. Want ik denk als je kijkt, dat is toch wel... Dan zou ik willen aanbevelen, kijk eens op waarstaatjegemeente.nl. Ja. Want ik denk wel, als je kijkt naar de BOH, dat een efficiënte organisatie is. Als je kijkt naar de soort organisatie. Ik hoop dat we daar allemaal wel Maar u heeft toch wel nog wel wat andere, hè? Want het loopt ook niet zo goed bij het Rotbrink, heb ik begrepen. Het industrieterrein wat u heeft aangelegd. U heeft een sportpark verplaatst. En daar zou dan toch zouden daar wat nieuwe bedrijven moeten komen. En zover mij nou bekend is er alleen nog maar een sporthal of iets dergelijks geplaatst. En voor de rest blijft het redelijk stil daar. Nou, als we hebben een mooi sportpark, hè? Zitten wel wat leuke bedrijven, maakt u mij eens wakker, ligt u mij eens in. Ik denk dat we een mooi sportpark hebben als Ommen. Ja. Ik denk wel dat het natuurlijk een sportpark is wat heel veel geld kost. We hebben het niet over dat nieuwe sportpark, maar over dat oude. Kijk, een sportpark, de drieslag is, en daar kun je van alles vinden. Daar vind ik ook van alles van. Dat is afgesloten. Een onderdeel van de drieslag is ondergebracht in een aparte besloten vennootschap, coöperatieve vennootschap. Mm-hmm. En dat is in 2011 volgens mij ook uit mijn hoofd is dat afgesproken. En dat zou binnen 5 jaar zou er een prachtig park staan. En wat mij betreurt is dat er 5 jaar lang niets gebeurd is, dat er niemand geen energie heeft gestoken om acquisitie te doen onder dat bedrijven neer te zetten. En heb je het over dat Rotbrink. Over de Rotbrink. En nu zijn we 5 jaar verder. En nu kunnen we daar het gelach van betalen. Ik weet niet of je mag zeggen geen activiteit. In ieder geval activiteit, geen activiteit met resultaat. Nee, onvoldoende resultaten. Nou hoorde ik uw wethouders een term gebruiken, business as usual. En dat betekent eigenlijk van, we drinken een glas en alles bleef zoals het was. Nee, daarom. Ik weet niet waar je die vertaling vandaan haalt. Goed, dat is niet business as usual, we doen gewoon wat we eigenlijk altijd al doen. Ja, maar goed, dat stond in het rapport. Dat klopt, hè. Ja. Maar nogmaals, er is de afgelopen 5 jaar geen business as usual geweest. Ja. En ik vraag me af of je de goede. Ja, maar wat is dat dan, die business as usual? Nou, in mijn optiek zou business as usual moeten zijn dat daar wat mij betreft een externe partij, een makelaar, die grond gaat verkopen. En wanneer die grond verkoopt, dan krijgt hij daar behoorlijk wat geld voor, dan krijgt hij daar een courtage voor. En dan zou Uw burgemeester die zei, vergeet het maar, er zullen hooguit wat lokale bedrijven die zullen hun
hun bedrijvigheid wat gaan verplaatsen. Ja, hij heeft het rapport goed gelezen. Ja. Dat staat in het rapport. Maar als je niet over de grenzen krijgt, dan krijg je daar nooit geen bedrijf van buitenaf. Hij heeft vertaald wat er in het rapport staat. En niet meer en niet minder. Want en hij had het ook over een... Een groot hotel met wellness en weet ik wat allemaal. Nou, en dat was dan leisure. Dus ik weet niet leisure. Misschien kunt u dat uitleggen aan de kijkers. Maar ik denk dat het wel goed is om aan te geven dat we niet moeten vergeten. Hè, los van het feit dat er onvoldoende resultaat is gerealiseerd of geboekt, of hoe je het ook wil zeggen. Maar dat we ook geen makkelijke periode hebben gehad als het gaat om bedrijven die... kunnen verhuizen. Want ook zij hebben crisis. Ik heb het over de recessiecrisis. Je hebt wel te maken ook met vaste lasten. Je kunt dus minder makkelijk zeggen van nou, ik hou even twee panden aan. Hè, want dat trek ik dan wel. Dus dat is ook een periode die we wel met elkaar hebben meegemaakt. Maar heeft u dan ook enig idee wat plus voor... Wonen. Ja. Plus wonen, inderdaad. De combinatie. Maar wat ik wel nieuwsgierig ben, dus, Annelies, is van, daar moet je maar eens antwoord op geven van... Ik heb gezien dat er 18 bedrijven geraden waren. Mm-hmm. Die 18 zijn afgewezen omdat ze niet voldeden aan het bestemmingsplan. Mm-hmm. Maar ik heb in de gemeenteraad nog geen voorstel gezien voor een bestemmingsplanwijziging. Om te voldoen of het verzoek bij de gemeenteraad het hoogste orgaan voor te leggen. Om ervoor te zorgen dat we die 18 kavels gevuld krijgen. En daar zullen er misschien geen 18 overblijven. Er blijven er 9 over. Hadden we 9 kavels gevuld. En ik heb het, die heb het pas kunnen lezen in de krant. En ik heb het ook wel herhaald. Ja, ja. Wat mij betreurt is dat... grote bedrijven gebeld hebben van wij willen een aantal kavels beginnen voor een overslagbedrijf en dat de directeur die daarover gaat niet te bereiken is en dat er vanuit de bestuursdienst gezegd wordt Rob Brink, die hebben we in Hardenberg helemaal niet en het bedrijf zit nu in Nieuw-Leuzen en in Bijlen. Dan moet je me dan maar eens uitleggen wat er gebeurd is om die bedrijven daar te positioneren. Even wat minder snel, de mensen die hadden geïnformeerd naar de Rob Brink en die werden naar Hardenberg doorverwezen? Er is een bedrijf geweest, die wilde een overslagbedrijf beginnen, een internationaal bedrijf. Mm-hmm. En die belde het nummer wat op de bot staat voor de acquisitie van wil je in de kavel kopen, bel je erheen. Die krijgt tuut, telefoon was afgesloten, belt met de directeur van de Rob Brink, wordt de telefoon niet opgenomen, vervolgens adviseer ik hem om met de gemeente de BOH te bellen. Die belt met de BOH en er wordt gezegd van ja, maar in Hardenberg hebben we geen Rob Brink, dus u bent het verkeerde adres. Nou, die meneer die zit nu in Nieuw-Leuzen en in Bijlen met zijn bedrijf. Die had toch wel iets meer informatie kunnen krijgen dan? Of is dat business as usual? Wellicht. Maar goed, dat betreurt mij, maar dan even terug naar de intentie. Ja. Ik vind dat er te weinig gebeurd is van die 18 bedrijven. Ik heb nog nooit een bestemmingsplanwijziging gezien van we doen een voorstel om het wonen met bedrijfsactiviteiten wat uit te breiden. En er werd ook nog een AZC eventueel genoemd. Ja, maar goed, dat zijn de oplossingen van nu. Dat ligt nu voor, hè. Ja. Maar laten we wel weten. En daar komen we op terug. Daar komen we 2 juni nog wel op terug. Wij hebben zelf natuurlijk ook dat bestemmingsplan goedgekeurd voor de Rob Brink. We hebben zelf gezegd van dit is de bestemming van de Rob Brink. Daar moeten bedrijven aan voldoen. Dus we hebben duidelijk allemaal wat uiteindelijk zijn wij het hoogste orgaan die zegt dit zijn de kaders. En dat wordt uitgevoerd door de wethouder en door de ambtelijke organisatie. Maar vind jij niet dan, geen activiteiten, er zijn geen verkoopactiviteiten, maar je kunt wel verkopen als je het bestemmingsplan aanpast, dat het college dan geen verplichting heeft om ons het voor te stellen? Nou, ik vind dat altijd een signalerende rol moet zijn in dit soort zaken. Die heb ik gemist, dus daar zijn we het met elkaar over eens. Ik mag erop vertrouwen, Ed, mag ik toch heel even, op vertrouwen dat als dit zo zou zijn geweest, dat wij als raad, hoogste orgaan, dus u zegt, inderdaad we stonden erbij en we keken ernaar. Nou nee, dat zeg ik niet, want dat is dus dan niet gebeurd, want anders had ik het van het college gehoord. Ja. Nee, maar dat heb jij van het college gehoord, want er lag een rapport bij de Griffie ter inzage, die is nu openbaar. Ja, ja. En daar kon je in zien hoeveel bedrijven er gegadigden er waren en hoeveel er afgewezen zijn, op wat voor reden. En het waren 18 bedrijven die bestemmingsplan technische reden zijn afgewezen. En er is maar 1 fractie wezen kijken en dat was mijn fractie. Dus het verbaast me dan dat je zegt van ik wist nergens van. Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Voor die tijd. Dus ik heb het erover dat wij op meerdere momenten, want ik heb ook richting de krant aangegeven van, het is natuurlijk geen verrassing. De mate waarin het ernstig is, is wel een verrassing. Maar goed dat je het over die krant hebt, want een van die stukken uit die krant die zei, eventueel een noodmaatregel zou moeten zijn, het verhogen van de OZB, om toch een beetje tot een dekkend plan te kunnen komen. Dat is een vraag die moet je bij de VVD neerleggen, die ligt hier niet, want dat heeft mevrouw Lagasse gezegd, jammer dat ze er niet bij zit. Dat mag je dan uitleggen. Niet helemaal. Maar ik dacht dat mevrouw Bakelaar toch ook werd genoemd in dat interview. Ik werd wel degelijk genoemd, maar wat ik heb aangegeven is dat je de zaken niet
van één kant kan bekijken. Dus je kunt niet zeggen van nou, en nu gaat dus, nu gaan we iets doen aan de voorzieningen, nu moet er iets met een belastingsoort X. Je zal echt alles moeten gaan bekijken om te zorgen van hoe gaan wij dus nu met elkaar bezuinigen. En u heeft nog steeds de hoop erin dat toch wel bedrijven zich komen vestigen daar. Nou, niet alleen de hoop. Ik weet zeker dat er kansen zijn. Mm-hmm. De kunst is alleen, en daarvan denk ik dat wij nu aan zet zijn, ook als raad. Want ook voor ons als raad is het belangrijk. Hè? We zijn eindelijk aan zet. Nou nee, we zijn altijd aan zet geweest. En dus dat is voor ons ook denk ik een leerschool. Dat ook wij actief daarin moeten acteren als het gaat om van hé, het loopt niet. Wij zijn tijdig geïnformeerd door het college. Daar kun je alles van vinden van wat je daar dan zelf mee doet. Maar vervolgens moeten wij nu aangeven van wat willen we nu met de Rotbrink. Ja, maar Annelies, wat je nu zegt, dat is vreemd, hè? Want in 2012 is er een onderzoek geweest over de drieslag waar juist deze factoren als kernpunten door de onderzoeken werden aangegeven. Hè? Op welke manier je de raad informeert en hoe je daar goed mee omgaat. He, daar heeft het college, is wethouder Schelen, door het stof gegaan. He, mea culpa, want het zal me niet meer gebeuren. Ik zal jullie goed informeren. Ik zal de burger goed informeren. En 5 jaar lang heb ik niet gehoord wat de stand van zaken is van de Rotbrink. Dat is natuurlijk niet waar. En nu komt het boven water. Ja, ik heb 5 jaar lang. He, nou, ben je 5 jaar lang thuis geweest dan? In ieder geval vanuit de VOV hebben wij daar, en nog wel andere partijen, hebben 5 jaar lang bij begrotingen gevraagd van hoe zit de vork in de steel. En dan werden we uitgemaakt voor azijnzeikers. Hè? Of meneer De Jonge, jouw eigen woorden te gebruiken, Annelies, van kijk nou eens niet terug, maar vooruit. Hè? Ik heb nog nooit geen heldere informatie gehad. Hoe zit de ChristenUnie daarin, meneer Van der Mooren? Want ja, maar zijn wel heel veel aan. U bent een beeldje aan de zijkant. Nee, ik vind het prima. Ja, ik hoor ja. Nog eens wat. Ja, maar goed, ik wil je erover graag. U bent het er wel mee eens met meneer De Jonge? Want ik zit meer op de kant van mevrouw Bakelaar. Nou, ik ga er dus tussenin zitten, maar... Nou, dat mag ook, maar wel genuanceerd, hoop ik. Dat in ieder geval, dat er beter een actieve informatie vanuit het college had kunnen komen, dat is zeker waar. En ik ben het erover eens dat wij als raad wel degelijk meer als een bok op de haverkist hadden moeten zitten. Mm. Maar dat is praten naar nu. Als je kijkt naar voorstellen die nu wel worden gedaan in de stukken die nu voorliggen om wat te doen aan de financiële problemen waar we mee te maken hebben, dan zijn dat toch onderdelen die ook in de diverse bijdragen van partijen al wel degelijk eerder genoemd zijn. Alleen niet doorgepakt op dat moment. Maar dus wat zijn er nou nog voor andere inventieve ideeën waardoor iets meer aan die financiële toestand zou kunnen doen? Ten aanzien van de gemeente. Er zijn wat op. U stopt af en toe wel, heb ik begrepen, met de bedrijvigheid. Want de zondagopenstelling die is ook toch redelijk beperkt gebleven in Ommen. En dat stagneert toch ook wel wat bedrijvigheid, neem ik aan. Ik begrijp dat je nu naar een ander onderwerp wil. Ja, maar goed. eerst even wat de Rotbrink betreft. Ja, dan komen we daar straks op terug, heel even. Ja. Oplossingsrichtingen zijn uiteraard in het zien te vergroten van de aantrekkelijkheid van het daar vestigen van bedrijven. Nou, er is net al even langsgekomen dat kwestie is van een bedrijf daar kunnen vestigen met de mogelijkheid voor wonen. Ja. Dat vind ik zelf een reële. Ja. Als het gaat om leisure, ja, kartingbanen. En maar zou iemand daar willen wonen met zijn bedrijf en een kartingbaan tegenover zich willen hebben? Jawel. Jawel. Nou, maar is dat niet belangstelling voor bedrijf en wonen? Oh, dan moet het een kartinghal zijn dan. Dat is indoor. Ja. En dan nog een AZC aan de zijkant, toch? Ook. Ja, ja. Ja. Nou, dat wordt toch een leuke combinatie, lijkt mij. Ja, waarbij denken wij de kartingbaan iets structureler van aard zal zijn dan AZC. En die wellness, is daar dan nog plek voor? Of, daar is een hoek voor gereserveerd nu op de kaarten, dus dat wel degelijk. Ik vind het toch wel eigenlijk interessant, ik ga nu zelf maar naar het onderwerp over die zondagsopenstelling. Ja. Want als je het hebt over bedrijvigheid, wat wij in onze bijdrage hebben aangedragen, is dat juist waar wij ons stinkende best doen om de bedrijvigheid in Ommen, in het centrum van Ommen, goed voor elkaar te krijgen. Om de levendigheid daar goed voor elkaar te krijgen. Ook dat de toeristen exact wat te doen hebben. En nu bezig zijn met een zondagsopenstelling om die winkeliers die, om christelijke, het zij om andere principiële redenen, dan wel om economische redenen daar niet meer meedoen. Om die kleinere bedrijven vakkundig de nek om te draaien, zodat
er een tegengestelde beweging aan het vergroten van bedrijvigheid, oftewel afname van bedrijvigheid, daar gaat plaatsvinden. Ja, ja. Dat is ons betoog geweest. Maar u zegt eigenlijk vrije keuze is dan eigenlijk destructief op dit moment. Wel voor bepaalde groepen. Dat klopt. Maar was uw partij daar niet voor? Of was dat wij waren gewoon verdeeld. Frans ook aangeeft. Ja, je moet naar verschillende componenten kijken, dus sowieso economie, sociaal, maar ook inderdaad geloof. Mm. En wat ik was zelf tegen, wat mijn naast principiële punt vind ik veel steviger ook nog, dat je moet kijken naar wat wil je ermee bereiken. Mm-hmm. En als dat is de levendigheid, dan denk ik dat je daar nog heel veel andere dingen kunt doen. Zoals? Door bijvoorbeeld op andere momenten ook winkels open te laten zijn of gelijktijdig open en dicht te zijn in Homme. Mm. Of te zorgen dat we ook weer met elkaar dat krachtige, juist dat kleinschalige Omme wat anderen aantrekt te krijgen. Dus niet de massabedrijven, maar de kleine detailhandels. Hè, of ook de ZZP'ers de mogelijkheid te bieden. Ja. Dat verlevendigt. Hè, veel meer, misschien wel kunst, cultuur, waardoor je ook recreatie... Maar dat mag dan wel op zondag, zegt u. Ik vind dat je dat niet op Omme zou hoeven, zondag hoeven te doen in Omme. Omdat je de kleine winkeliers daarmee wel de nek om kan draaien. Maar je hebt bijvoorbeeld, nu heb je bijvoorbeeld in Witharen, daar heb je een beeldentuin. En die is ook op zondag heel actief. Ja, dat klopt. Ja, en daar kunnen mensen ook naartoe gaan. En dat zijn toch ook wel activiteiten die mensen kunnen ontplooien. Ja, natuurlijk. Dus dan zeg je van, nou, in een bepaalde hoek mag het dan wel, in een andere plek dan weer niet? Wij zaten er ook wel verdeeld in. Alleen als je kijkt naar het doel in het centrum, mm-hmm. dan denk ik van, ook kijkende naar het rapport en de geluiden, dan komt er uit het rapport ook naar voren, ook van onze inwoners, maar ook vind ik van de ondernemers, mm-hmm. dat er toch een groot aantal ondernemers niet mee hebben gedaan, bijvoorbeeld aan het onderzoek. Of ook zeggen van, ja, voor ons hoeft het niet. En wat zijn er dan nu, want u heeft de afgelopen keer zo'n openingstijd gehad op zondag. Hè? Ja, de afgelopen 2 weken waren de winkels open op zondag. En hoe liep dat? Ik gezien heb, want ik ben er alle 2 keren geweest. Heel gezellig op het terrasje gezeten en wat inkopen gedaan. Maar die zijn altijd open op het terrasje. Het was overvol. En als je winkelier, nou goed, dat zeg jij, hè. Ik heb winkelier gesproken, die zegt dat het net niet waar is. Een groot gutter die mij aangaf, die zegt van ik heb op zondag de omzet van alleen een zaterdag, terwijl ik maar een halve dag open ben. En die mis ik niet op de zaterdag. Nee. Ik heb andere winkeliers gesproken, kledingverkopers, manufacturenzaken, die zeiden van, we hebben het nog nooit zo goed gehad als sinds de winkels open. Maar je kon nergens het is een groot succes. En dat was het vorig jaar ook al. En nou moet ik na een aantal jaren moet ik de totaalopbrengst voor de binnenstad van Omme zien. En dan kan jij je succesverhalen houden over de grootgrutters. En als ik dan een aantal kleine zaken kwijt ben, heb ik verloren. Ja, maar ik ga niet op stoel zitten van de middenstander, van de ondernemers. Hans. Nee, maar ik ben wel als gemeente verantwoordelijk voor, als raad ben ik verantwoordelijk voor die besluitvorming die voor een ieder geldt. En die geldt niet voor de speciale. Nee, maar dat klopt. Ik ben heel trots dat wij voorgestemd hebben, gezien het resultaat. U was voor. En, jazeker. Ja. En ik ben ook trots op het resultaat. Mm-hmm. En ik vind het dus een zeer grote meerwaarde voor de gemeente. Maar we hebben nog geen resultaat, Gerrit. Nou, de ondernemers hebben wel resultaat. Ja, die hebben, de enkele die jij gesproken hebt. De enkele die je gesproken hebt inderdaad en die open zijn inderdaad, die hebben een resultaat. Als CDA ben ik er trots op dat wij gezegd hebben, laten we over een jaar nog maar eens evalueren met elkaar. Ja, ja. En nu is het beperkt tot 12 zondagen, begreep ik. Ja. En er zijn er nu 2 geweest, dus er zijn nog 10 te gaan. Nou, dat is aan de ondernemers, hoe zij het inrichten inderdaad met elkaar. Ja, want u zegt ook, bepaalde bedrijven die kunnen ook gewoon zeggen, ja, wij doen gewoon niet mee. Ja, dat is de vrijheid van maar de ondernemer. Maar en dat gebeurt ook, hè? En dat is inderdaad de vrijheid van de ondernemer, dat is juist het mooie. Dat vindt u een goede zaak. Degene die boodschappen wil doen, kan boodschappen doen. Die om principiële reden geen boodschappen wil doen, die heeft dezelfde keuze, de vrije keuze om thuis te blijven. En de ondernemer die open wil zijn, gaat open, dicht wil zijn, die gaat wat de grootste drogreden in dit verhaal is? Nou. Dat jij zelf kunt beslissen wel of niet te doen, maar dat er omstandigheden zijn dat je helemaal niet kunt beslissen wel of niet te doen, maar dat je wel moet doen, omdat je gedwongen bent, omdat je anders kopje ondergaat. Maar het is geen vrijheid ook. Nee, dat is geen vrijheid. Dat betekent dat je daardoor personeel moet inzetten wat je eigenlijk niet hebt, of zelf extra moet werken, waardoor je dus ook geen vrije tijd meer hebt en dus geen tijd aan je gezin of aan wat dan ook kan besteden. De menselijke norm wordt verlaten. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Nog even los inderdaad. Los van dat u zegt van nou, of je nou gelovig bent of niet,
Een rustpuntje per week is wel eens een keer lekker. Is denk ik enorm belangrijk nog, voor dat, dat is ons als christelijke partij ook aangegeven. Ja. We, uiteraard laat je in de eerste plaats voorstaan als, als christen nu op het christen zijn. Dat is duidelijk. Maar, ja, heel maar uitdrukkelijk. Dat is een persoonlijke keuze. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet naar die winkel toe. Hè? Je kan ook zeggen, van, nou, ik blijf thuis, wat mijn geloof die zegt, lekker thuis. Ja, maar ik was nu aan het praten over wat we als partij vinden. Ja, oké. Goed. En vervolgens hebben we eigenlijk... Maar dat als, komt toch wel redelijk bij elkaar in de buurt? Of, als het goed is wel. Ja. Groot tweede punt is kijken inderdaad naar wat, waar, wat maatschappelijk verantwoord is. Ja, ja. Sociaal-maatschappelijk. En hebben wij ook van niet-gelovige mensen, laat ik ze, ik doe sommige onrecht, maar voor het gemak zeg het maar even zo, wel degelijk gehoord van blij dat jullie dus tegen zondagsopening hebben gestemd. Want wij willen ook een rustpunt hebben maar op die zondag. Maar je krijgt natuurlijk wel steeds meer te maken met een multiculturele samenleving. Hè? De ene heeft zeg maar de sabbat op zaterdag en de andere die gaat op vrijdag naar de moskee. Die heeft dan liever de winkels dicht. En waar vind je dan, waar zegt u dan, wat is dan onze voorkeur? En wij kiezen dan vanuit die oude traditie puur alleen voor die zondag en die anderen die zoeken het maar uit? Of, Nou, wij zijn werkzaam in Ommen en zo gek veel moskeeën heb ik in Ommen nog niet gezien. Ja, maar die zullen er toch wel komen of zo? Of er zullen er ook wel moskeeën. Ja, goed, buiten moskeeën Ommen zijn wel in Ommen mensen die een geloofsovertuiging hebben die met een moskee overeenkomt en een moskee elders bezoeken. Ja, nou, er zijn geloven die hebben op zondag de zondagsrust. En in het Oude Testament staat dat je op zaterdag de rust moet hebben. Die hebben we ook niet vastgelegd. Ja, en inderdaad, de moslims die willen vrijdag... Maar wij hebben, en in Ommen hebben, een christelijke traditie. Ja. En daarvan uitwerken wij, klaar. Ja, maar Frans, kun je mij dan uitleggen, zeg maar, van... En dat heb ik ook in het debat aangegeven. Mm-hmm. Waar ik heb twee dominees horen zeggen van... wij moeten als christen ons daar zorgvuldig mee opstellen. Wij moeten mensen niet dwingen of verbieden om op zondag boodschappen te doen. Mm-hmm. Een van de dominees zei van... Ik ga geen boodschappen doen, maar degene die wel boodschappen wil doen, moet de vrijheid hebben om boodschappen te doen. Nee. De dominee in Dalfsen, die zegt zelfs, daar waar het ging, over de afschaffing van de zondagswet. Ja, degene die dat willen, moeten dat doen. Niet mijn keuze, die moeten dat doen. En ik vind het een vrijheid voor de mensen die zeg maar, niet de keuze maken, of helemaal geen geloof beleiden, dan wel een ander geloof, dat ze wel die boodschappen op zondag mogen. En dat heeft volgens u niks met sociaal-maatschappelijk te maken? Nee, helemaal niks. Nou ja, ik denk nog steeds, wat mij wel opvalt, hè, Gerrit, is dat als ik bijvoorbeeld op een zaterdag in Ommen loop, of door de week op een donderdag of een woensdag, dat er geen mens bijna te vinden is. En dat vind ik schrijnend. En ik had liever gezien dat we in staat zijn, dat we samen als gemeente en ondernemers in staat zijn, maar dat heb jij ook toen nog gezegd, van daar moeten we ook iets aan doen. En niet alleen, en ik hoop van harte dat het slaagt, hè, want uiteindelijk... betekent dat wel dat we dan met elkaar iets kunnen realiseren en dat het dus ook levendigheid creëert. Ik hoop alleen van harte dat we juist ook die andere dagen die levendigheid krijgen. Maar zie jij die kansen dan niet, hè? Want als je afgelopen zondagen kijkt, hè, dan is Ommen vol. En er komen ook niet alleen de toeristen, maar ook mensen uit de omtrek komen naar Ommen toe. En stel dat die nou op zondag naar Ommen komen en die vinden het een prachtig centrum en die gaan er ook voor kiezen, hè, om op zaterdag de boodschappen te doen. Dan hebben we toch dat gekregen wat we willen hebben. Ja, wat ik hoop, Gerrit, is dat er dat het zo kan worden dat er ook winkels, dat alle winkels dan ook open zijn. En dat is dus niet zo. Hmm. Hè, los van even van welke reden dan ook. En dat vind ik jammer. Want, dus je zou daar naartoe kunnen gaan om nieuwe schoenen te kopen en dan denk je, heb. Schoenenwinkel dicht. Schoenenwinkel dicht. Ja, bijvoorbeeld. Nou, of sterker nog, schoenenwinkel weg. Ja. Omdat hij niet meer de omzet haalde, überhaupt al wat hij haalde, omdat dus er verschuiving plaatsvindt. Ja. Dat als we de drukte op de zondagen hebben, de eerste weken of misschien het eerste jaar, ik wil niet pessimistisch zijn, maar ik probeer wel realistisch te zijn, dat ik zeg van ja, ik heb liever die kleinere winkeltjes, dat daar gewoon een mooi aanbod is. Volgens mij zijn we het er allemaal wel over eens. En dat je juist dan ook met elkaar sterk kan zijn. Vindt u dat geen sprekend argument? Maar het mooie was, de schoenenwinkel was open. En mijn kleinzoon die heeft een paar prachtige mooie schoenen gehad. En die was blij dat hij op zondag met opa mee kon boodschappen doen. Ja. En ik zie er nogmaals, ze blijven in herhaling vallen. En dat moet ik niet doen. Het heeft een zeer grote meerwaarde voor Ommen. Het heeft een aantrekkingskracht voor Ommen. Ging opa, en opa niet op zaterdag? En ik ben ervan overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die nu op zondag komen uit de regio er ook voor gaan kiezen. Want zo mooi is Ommen om ook door de week zijn boodschappen te doen. En ze kunnen niet in Redenzuid dan hun boodschappen gaan doen, hè? Want dat is dan dicht. Nou ja, goed, kijk, mijn vader die had een winkeltje in Ommen. En toen Dedemsvaart uitgroeide tot het winkelcentrum wat er nu is, lag de hele Ommen om Dedemsvaart. Ja. En we hebben het resultaat gezien.
Kijk, ik wil niet zeggen dat het nu in Deventer allemaal roze geur en maneschijn is. Nee. Maar Deventer had het toch wel een beetje meer aantrekkingskracht dan Ommen. En die moeten we terug zien te verdienen. Ja. Ik denk dat het wel goed is om nog even aan te geven, los even van wat het onderzoek heeft gebracht, ook naar de behoeften. Dat zo'n 60% of 70%, even uit mijn hoofd, aangegeven heeft of dat je nou uit de regio Ommen kwam of daarbuiten. Dat het voor jou niet uitmaakte als je naar Ommen ging op de zondag, dat het niet maakte dat jij vaker naar Ommen zou gaan. Dat kwam uit het onderzoek. Dus dat mensen hebben aangegeven, dat maakt voor mij niet uit. En ook al is er een zondagopenstelling in Ommen, dat betekent niet dat ik vaker naar Ommen toe kom. Hè, 60% of 70%. Dan is het, ik weet hoor, dat is een momentopname. En nogmaals, ik heb ook uitgesproken van ik hoop dat het lukt, want dat betekent ook dat we misschien wel meer aantrekkingskracht hebben op de andere dagen. Maar dat vind ik veel belangrijker dan een zondag. Ja, nou, helemaal duidelijk. En ik denk dat we het hier vanavond daar niet over eens worden, maar... De argumenten zijn gewisseld en toch interessant om van twee kanten wat te horen. En dat zowel u als u aangeeft dat het alle twee toch vanuit sociaal-maatschappelijke kant ook bekeken moet worden. En, er kon inderdaad nog een vrij pittige, genuanceerde discussie volgen van waarom die ene rustdag ooit door God gegeven is. Ja. Namelijk om een sociaal moment te hebben voor de mens. Klein. Ja, maar die klopt, Frans. Hè? En dan moet, als je daarop teruggaat. In het Oude Testament staat dat de zaterdag die rustdag is. En later is ervoor gekozen om het, de zondag te doen. Hè, omdat volgens mij was het de geboorte van Jezus op zondag en moesten we het doen op zondag de rustdag hebben. Ja, daar kun je met elkaar over discussiëren. Hè, en ik heb alle respect voor geloven. Ik heb er wel afscheid voor genomen. Maar christelijk opgevoed, dus ik weet ook wel een beetje wat de Bijbelse achtergrond is. Maar de vrijheid voor de mensen die boodschappen willen doen, vind ik heel belangrijk. Net als ik de vrijheid vind voor degene die niet op zondag die boodschappen doet. Die mag van mij naar de kerk en de familie bezoeken, prima. En het past bij elkaar, hoeft elkaar niet te bijten. Ik heb nog wat onderwerpjes die ik graag aan u zou willen stellen. Maar ik krijg ook toch wel een signaaltje dat we toch tegen het uur aan gaan lopen. Dus ik wil eigenlijk eerst even een rondje maken. En als we dan nog misschien wat tijd hebben, dan wil ik toch ook nog eventjes kijken naar het sociaal domein in Ommen. Hè, hoe het nu gaat met de participatiewet en de participatiemaatschappij en de jeugdzorg. Maar misschien dat u eerst even zelf toch, want ik wil u toch even alle drie de gelegenheid geven om toch even te zeggen van wat u van de uitzending vindt en of u nog misschien ook zelf nog even een onderwerp heeft waarvan u zegt, ja, dat heeft toch ook nog wel even de aandacht nodig. Ik vind de beleving hier tot nu toe is prima. Ik ben ook niet intussen weggelopen, dus dat is een goed teken, Ed. Maar dankjewel. Wat in ieder geval voor mij aan de orde moet komen, ja, is wat op dit moment uiterst actueel is. Want ook Ommen heeft overgehouden op zorggelden, op WMO-gelden. En vertel. Schandalig dat er zoveel probleemgevallen zijn die geholpen zijn. Voor een deel ga ik daarin mee. Ja. Maar het allerbelangrijkste is dat we hier een wanvoorstelling van maken. Dit is niet op dit moment bedoelt. Ik bedoel om tegenover elkaar te zetten van kijk eens hoeveel we overhouden en hoeveel schrijnende gevallen er zijn. U heeft het dan met name over thuiszorg en over hoe de mensen daarin beknot worden. Daar wil ik een land voor breken. Met elkaar even over praten, want dat zit genuanceerder in elkaar. Ik denk dat goed. Dan ook wel goed heeft. Nou ja, goed dat we dan dat even, want dat lijkt me inderdaad ook een heel... Kijk, we kunnen natuurlijk ook nog over het laar hebben en dat er op bezuinigd moet worden. Maar ik denk dat het heel veel mensen aan het hart gebakken is dat ze zeggen van ja, mensen die raken hun thuiszorg kwijt, keukentafelgesprekken en dergelijke. Die mensen totaal niet begrijpen en dan worden ze ineens geknot van zoveel uur naar bijna niks. En gebeurt dat ook in Ommen of is men daar toch... Wat voorzichtiger mee. Nou ja, tenminste als ik even mag aansluiten op wat Frans ook zegt. Kijk, er worden wel appels met peren vergeleken. En ik denk dat je reëel moet zijn en zeggen van er zijn veranderingen in de zorg, hebben er plaatsgevonden. Die maken dat dus nu de financiële situatie is zoals die is. En dat zie je ook in meerdere gemeentes in Nederland. Ja. Waar je naar moet kijken is... En die wordt nog verder beknot, hè? Begrijp ik. Hij wordt nog verder beknot. Ja, er komen nog meer bezuinigingen. Er komen inderdaad meer bezuinigingen. Die is eigenlijk min of meer hetzelfde. Ik denk als je kijkt naar hoe Ommen en ook Hardenberg het aanpakken in het team meedoen, om maar even te noemen. Maar ook de gedachte daarachter, dat is toch goed
heel goed gegaan in Omen en Arnhem. Nou, fijn dat u op het einde nog even die parallel trekt. Ik denk dat dat wel belangrijk is om te constateren met elkaar. Je kunt namelijk niet terugdraaien. Nee, daarom. Maar wat me wel verbaast. Waarom niet eigenlijk? Nou, meneer Van der Moor? Als je het ruim toekenningsbeleid hebt gevoerd en je zou nu tekortkomen en je krijgt te maken met nog meer bezuinigingen, om dan, terwijl mensen die echt in problemen zitten, deze slag al hebben moeten meemaken, om dan te zeggen van ja, het wordt de volgende keer nog minder. Dat is niet goed. Nee, met andere woorden, er is nu voorzichtig geopereerd. En naar mijn volstrekte overtuiging wordt in de komende jaren het toekenningsbeleid zo bijgesteld dat steeds meer op maat en steeds beter op maat gewerkt wordt. Maar wat mij verbaast en wat ik niet verkoopbaar vind, is we hebben bezuinigd. Ik vind in principe dat we het niet slecht gedaan hebben in Holland. Mm-hmm. Daar wat over zorgen gaat. Mm-hmm. Maar we hebben wel een offer gevraagd aan de burger. Hè? Dus veel bezuinigd op thuishulp, op huishoudelijke hulp, op zorg. Daar 1, zoveel miljoen aan overgehouden. Hè? Mm-hmm. Net als alle gemeentes, want TVO's heeft er de afgelopen tijd veel aandacht aan besteed. En dat we dat geld dan in de pot algemene middelen stoppen. Ja, maar dat moeten we dus niet doen. Maar terwijl we dat, maar dat is wel gebeurd, maar terwijl we afgesproken hebben dat we dat geld, hè, want de centrale overheid heeft gezegd van nou, het is geen gewoon geld, je mag er niet mee doen wat je wil. Ja. En daar was ik juist zo trots op dat er in Om is afgesproken dat het wel voor de zorg gebruiken. Hij zit nu in de pot algemene middelen. Maar dan vind je aan mij een partneranalyse. Want als we dan bij de jaarrekening afspreken dat we die miljoen, hoe zuur het ook voor Om is, hè? Want dat miljoen kunnen we zeer goed gebruiken voor andere dingen. Maar dat we dat die miljoen niet in mindering op maar de dat als we die miljoen terug kunnen boeken op de zorg, niet, hè, of kunnen reserveren voor de volgende bezuinigingen die Frans net aangeeft, dan heb je aan de VOV een partner. Nou, ik denk dat we dan een partner aan elkaar hebben, want volgens mij hebben we als CDA ook gezegd van je moet op een gegeven moment wel meebewegen. Hè, ook met landelijk beleid, hoe zuur dat ook is, vind inderdaad ook dat we dat niet slecht gedaan hebben. Maar dan is nu ook de tijd om te zeggen van waar liggen nu die schuine gevallen? Waar moet je wel maatwerk plegen? Ja. En dan heb je wel financiën maar die zullen ook nodig. Nog diverse procedures lopen, neem ik aan. Hè, van Ed, wat zit die regisseur nou te zwaaien? Wat bedoelt u nou? Nou, die wat man is gebeurd er? Daar moet je gewoon niet op letten. Je moet gewoon even kijken hoe wij met elkaar bezig zijn en wat we te vertellen hebben. En ik zou zeggen, doe dat gewoon met gezwinde spoed. Want dan voor de zorg hebben we geld nodig en moeten we als raad zeg maar de handen ineen slaan. En zorgen dat hoe wij ook omgaan met bezuinigingen, dat de mensen op dat punt daar niet de dupe van zijn. Wij hebben in kapitale letters met elkaar afgesproken als raad dat zorg die nodig is geboden wordt. Ja. Ja. En dat we niet schuwen van maatwerk, omdat het mensenwerk is. Klopt. Nou, dus dat betekent in feite dat hij gewoon gaat zeggen, nou, we gaan toch nog eens even goed kijken naar wat er allemaal geboden is. En hoe we dat eigenlijk ook weer bij de burgerij terug kunnen brengen, daar waar het gepast is. Precies. Exact. Nou, dat is voor mij een hele mooie afsluiting, omdat ik dit hoor. Ja, nou, dat is eigenlijk ook een beetje hetgeen mag wij ik nou weer met jou mee terugrijden? Nou, laten we die bespreken. Ik wil je nogmaals even hartelijk bedanken voor dat jullie hier waren. Ja. Frans van der Moor van de ChristenUnie. Annelies Bakelaar van het CDA en natuurlijk, last but not least, Gerrit de Jonge van VOV. Precies. En voor Om en Vooruit. Hè? Volkspartij Om en Vooruit. Ja. En die is voortgekomen uit, als je nog even een uitsluiter hebt. Uit het niets. Uit het niets. Maar jullie zeggen wij vinden het gewoon wel een mooie kleur. Wij vinden het wel belangrijk. Daar is hij uit voortgekomen, hè? Dat we een lokale partij hebben. Dat is geen publiekelijk geheim. Nee, daarom. Oké. Okay. Hey, nou, hartstikke bedankt. Heel erg bedankt dat jullie er allemaal waren. Oké, en graag weer tot de volgende keer. Ook met Omme weer. En u ook bedankt voor het kijken. En graag weer tot de volgende keer.